Ik verdien bij als verkoper van nepartikelen op Marktplaats. Ik heb scheid aan de Belastingdienst. Mijn hobby is 5G-mast in de brand steken. Donnie, Kees, Nienke, dit worden een paar lastige minuten voor jullie. Dit is namelijk de AutoCue-challenge. De AutoCue-dame, Thea, zit er hartstikke klaar voor. Kijk, applausje voor Thea. We gaan weer lossen. Ja. Jullie gaan hier om de beurt op de stip staan en dan krijgen jullie een tekst op het scherm. Deze tekst hebben jullie nog nooit gezien. En die willen jullie waarschijnlijk ook liever nooit meer zien. Maar straks staat hij voor eeuwig op YouTube, dus dat wordt genieten. Het is jullie missie om de hele tekst op te lezen, woord voor woord. Daar hebben jullie 2 minuten de tijd voor. Ga niet razendsnel lezen, want het moet wel een beetje verstaanbaar zijn. En als je gaat jakkeren, trap Thea op de rem en dan zijn jullie klaar. Dus probeer het even goed te fixen, ja? Lees alle rommel en alle rotzooi om het einde te halen. En dan is je missie geslaagd. Hebben jullie grenzen? Dit wordt allemaal helemaal ruk. Er staan dingen die willen wij helemaal niet zeggen. Oké, nou, dat wordt prachtig. Kees, ga lekker staan. Applausje voor Kees. Yes! Kees, je hebt 2 minuten. Start de tijd. Mijn naam is Kees van der Spek. Ik heb heel wat misdaadzaken behandeld, maar in deze show van Calvijn voel ik me pas echt opgelicht. Ten eerste wist ik niet dat ik hier de oudste zou zijn. Ten tweede zou ik naast Maradona zitten. Maar die is blijkbaar dood. En ik sta nu bij als een bejaarde tienerdisco. Sorry, die ging niet helemaal lekker. Ja, maar niet uit, ga lekker door. En ik sta nu bij als een bejaarde op een tienerdisco. Er is ook niks gezegd over deze AutoCue Challenge. Dit is een manier om mij dingen in de mond te leggen die later tegen me gebruikt kunnen worden. Ik verdien bij als verkoper van nepartikelen op Marktplaats. Ik heb scheid aan de Belastingdienst. Mijn hobby is 5G-mast in de brand steken. Ik kan dit even serieus, ik ben namelijk dol op misdaad. Mijn hele leven ben ik al bezig met onrecht bestrijden. Het is ronduit verschrikkelijk. Dat Peter R. de Vries nog steeds vaker op tv is dan ik. Mensen zien mij vaak als opvolger van Peter R. de Vries, maar dat zie ik zelf niet zo. Ik ben meer een Alberto Stegeman light. Een John van der Heuvel met een bad hair day. Ik heb 4 kinderen, dat was niet de bedoeling. Ik wilde alleen maar aan vrienden laten zien hoe snel DNA zich kan verspreiden. Oké, terug naar Peter. Peter is een echte vakman. Dat ben ik natuurlijk niet. Peter kan misdaad opsporen. Ik zit gewoon met mijn luie reet in een taxi in Nigeria. Peter heeft echt een neus voor misdaad. Ik heb wel een enorme neus, maar dan niet voor misdaad. Ik heb trouwens een fopneus. Ik wil niet dat oplichters mij herkennen van tv. Ik vind het heerlijk om mensen op heterdaad te betrappen. Ik heb bijvoorbeeld een verborgen camera opgehangen in de kleedkamer van Nienke. Ik ga niet zeggen wat ze allemaal gedaan heeft met die arme augurk. Kijk daarvoor maar naar mijn show. Je moet toch iets in de lockdown. Dat vind ik wel het moeilijkste aan corona. Dat ik niet meer kan. Dat ik niet meer weg kan. Sorry, zogenaamd op een missie. Ik word echt helemaal gek thuis. Oh, de tijd is om. Nou, wel knap. Je hebt hem niet gehaald, jongen. Nee, hè? Maar je hebt het wel prachtig verwoord. Ja, dat vind ik wel nice. Ja, er staat nog een hele tekst achteraan. Oh, jeetje mina. Nou ja, Donnie, je weet dat je moet iets sneller lezen. Ja. Kees heeft echt hartstikke hard zijn best gedaan. Wat ruimt erop lezen? Vrezen. Spezen. Ik hoop niet dat jij dat doet. Ben je er klaar voor, Donnie? Ja, 2 minuten de tijd. Het zou wel moeten ook, dan wil ik het niet. Hè? Goed articuleren. De tijd gaat nu in. Dit is de AutoCue Challenge met de enige echte Maradoni. Beter bekend als de fenomeen of Lappy van de Plan. Het echte werk in de show van een echte Amsterdammer. Ik hou van echt. Ik hou wel van merkkleding. Dat doet iets met je imago. Dat schijnt Calvijn nu te hebben gezegd. Je voelt mensen achter je gewoon denken... Zo, kijk dan, dat is een roodharige guy met een hele mooie broek aan. Als Calvijn merkkleding zou zijn, dan zou hij bij de Zeeman liggen. Oh ja, dan was hij in een onderbroek van Calvijn met een hele slechte woordgrap. Zoals ik ben klein als Calvijn of ik ben Calvin Klein, maar dan voor de wat makkelijkere prijs. Ik ben Calvijn namelijk. Maar die broekies, ze zitten wel lekker. Ik ben niet zo bang om deze challenge aan te gaan, omdat ik sowieso altijd ga met die banaan en gewoon doe waar ik zelf zin in heb. Ik ben niet met Kees van de Spek en in mijn zak heb ik een hele grote stek. Ik ben niet met Nienke van de Plas. Vroeger was ik de spacer van de klas met mijn grote e-spektas. Maar nu heb ik lange haren met Legolas en in mijn zak een bankpas, begrijp je? Crispy clean, u kunt het aan mij zien. Gucci riem heb ik bovendien hier op de heup. Oh, dat mocht niet, want het is bij de NPO en zometeen lig ik weer in een kreuk, oftewel in een deuk. Ik mocht een hele lange engel Elu draaien, maar die heb ik aan Goldband lopen jaaien. Ik weet niet of mijn 2 minuten om zijn, maar... Ik vind het eigenlijk wel heel leuk om dit te doen, want ik heb eigenlijk geen eens de tekst gelezen. Ik ben niet van wat ik aan het doen, ja. Zijn er verder nog vragen? Dit was trouwens... Ja, ja, fantastisch. Hele tekst voorbereid.
Godsamme. Ja, maar ik ken jou toch? Ik heb lopen tikken. Ja, maar ik ken jou toch? Oké. Nienke? Ik mag, hè? Jij kan nog winnen, alhoewel Donnie redelijk als winnaar uit de verf kwam. Is er ook een prijs? Er is geen prijs, ja. Anders dan eeuwige roem en eer. Je kent de regels, 2 minuten, goed articuleren. Je tijd zal mijn best doen. Gaat nu in. Hallo, ik ben Nienke Plas. Ik ben zwanger van mijn man en Ger. Oh, wacht, daar staat manager. Mijn man is wel mijn manager, voor wie dat nog niet wist. Achteraf een kutdeal. Hij krijgt van alles wat ik verdien 20%. Ik krijg van alles wat hij eruit gooit, een dikke pens en tepelkloven. Als zwangere influencer krijg ik wel een ander soort klus aangeboden. Ik ben laatst gevraagd voor een pornofilm. Dat geloof je toch niet? Ga ik niet doen. De baby hangt al halverwege de uitgang. En als hij een beetje op zijn moeder lijkt, houdt hij er niet van om geswaffeld te worden. Nee, ik ben meer een theatermens. Mijn theatershow heeft vorig jaar alle andere cabaretiers compleet weggevaagd. Ik kreeg wel eens een telefoontje van Freek of Joep, die dan huilend vroegen of ze in mijn voorprogramma mochten staan. Daar ben ik natuurlijk nooit op ingegaan. Ik wilde mijn fans niet teleurstellen. Die zitten echt niet te wachten op 2 uitgerangeerde eikels. Kijk, de meeste vrouwelijke cabaretiers zijn lelijk of lesbisch, of allebei. En ik ben een uitzondering op die regel. Laat ik het zo zeggen, Claudia wil graag met mij spelen. Maar niet op toneel, snap je? Ik ben trouwens niet uit liefde voor theater de plank opgegaan. Het is puur om mijn fans verder uit te knijpen. Wat denk je zelf? Mijn show sloeg helemaal nergens op. Alleen niemand had het door. Dat is mijn talent. Jou een drol verkopen en je laten denken dat het goud is. Een beetje zoals Calvijn doet met deze show. Calvijn en ik maken allebei muziek. Of nou ja, ik maak muziek. Hij maakt karaoke-video's. Goed, ik voel een einde aankomen. Dat soort dingen voel ik. Ik ben namelijk heel erg spiritueel aangelegd. Nou ja, spiritueel. Ik heb gewoon aandrang. Hé, luister, ik moet gewoon kakken, ja? Dus, of je even doordraait met die tekst. Want beter doe je niet moeilijk. Bij een zwangere vrouw die moet scheiden. Wat een ellende dit. Je zou denken, je hebt toch een manager die je voor dit soort shit beschermt? Maar kijk naar die buik. Mijn manager vond bescherming niet nodig. Ben ik al klaar? Ik moet hoognodig een kleintje op de bus zetten. Serieus, hij is al aan het schildpadden. Dit voelt echt heel raar. Alsof ik word gedeepied door een baby en een bolus. Wacht even. Dit is toevallig ook de titel van de pornofilm waar ik voor ben gevraagd. Het zal toch niet? Wesley! Wesley! Hé, dit is niet makkelijk. Ja, we hebben een winnaar. Dames en heren, Nienke Plas heeft gewonnen! Lekker.